Welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 118. We zitten eind augustus 2020. Het is even geleden dat we een laatste update hebben gedaan, maar ik ben er weer. Zoals je ziet, nog steeds zonder Leon. We denken elke keer over na, maar in de praktijk is dat gewoon niet handig. We kunnen het met een schotje werken, maar we kunnen elkaar geen kaarten laten kiezen, dingen laten signeren. Dus we doen het even op deze manier. We hopen dat je allemaal een fijne vakantie gehad hebt. Wij wel. De winkel is open gebleven. Leon en ik die hebben elkaar afgewisseld. Dus het was een leuke vakantie. Ook met een leuke aantal mensen wat we in de winkel hebben gehad. Nieuwe mensen die we hebben mogen verwelkomen ook. Dus erg leuk. Mocht je overigens een bezoekje willen brengen aan de winkel. Dat kan natuurlijk altijd. En belangrijk. Bij ons hoef je niet te wachten tot we een dag organiseren waarop we allemaal trucs demonstreren. Bij ons is dat namelijk altijd het geval. Van dinsdag tot en met zaterdag kun jij de winkel binnenlopen, al je vragen stellen en al je trucs vragen die wij kunnen demonstreren. Want nagenoeg alles kunnen we laten zien. Waarom? Omdat hier professionele goochelaars werken die verstand hebben van wat ze doen. Dus dat maakt alles mogelijk. Afspraak niet nodig, de deur is altijd open. Tenzij het heel hard waait, dan moet je even op de bel drukken, anders waait de deur de hele tijd open. Dat even terzijde. Alright, nou we hebben heel veel. Waar zullen we mee beginnen? Dat is even de vraag. Ik heb wel een plan. Wat als we beginnen met een magisch iets? Je stelt voor je pakt een munt. Pak de munt in je hand bijvoorbeeld. En dan laat je de munt verdwijnen in de rook. Nou, we hadden natuurlijk geen munt. Daar gaat het natuurlijk even niet om. Het gaat om het allernieuwste rookhorloge, namelijk de Smokewatch Pro. Deze is zo nieuw dat ik de beschermfolie er nog op heb gelaten. Dus als je denkt, dat scherm ziet er niet zo mooi uit, dat kan kloppen. De beschermfolie zit erop. Wat doet de Smokewatch Pro? Nou, je zag het al. Roken. Ik ga er even iets over vertellen. Dit is namelijk de complete verpakking van Joe Miranda. Nou, die heeft voorheen ook al de Smokewatch uitgebracht. Deze is beter. Waarom is deze beter? Nou, ik zal niet exact uitleggen hoe het horloge zelf in elkaar steekt. Maar de plek waar de rook vandaan komt is beter. Het is comfortabeler. Het is minder gevoelig voor een defect. Laat ik dat ook even bij zeggen. En het opladen, mensen. Het opladen is echt fantastisch. Want je laat hem op door hem gewoon met de wijzerplaat op dit plaatje te leggen. Uiteraard verbind je dit plaatje met een USB-kabeltje, met een USB-stekker. En dan laat je horloge op. 2-3 uurtjes, hartstikke vol. En dan kun je 10 keer roken. Er gaat gewoon een rookvloeistof in. Dus het is eigenlijk een soort e-cigarette-achtige vloeistof. Die gaat er gewoon in. En met één druppeltje kun je heel wat rookpluimen maken. Nou, je kan het horloge bedienen niet met een afstandsbediening. Maar je kan hem bedienen, ik zal laten zien. Even netjes opruimen. Je kan hem bedienen met het knopje bovenop het horloge, op het bandje. En je kan hem bedienen op het knopje aan de zijkant. Ik heb hem nu ingesteld op 5 seconden. Je kan instellen dat hij 5 seconden rookt of 3 seconden rookt. En je kan instellen hoeveel seconden het duurt voordat de rook komt. Nou, de rookduur, dus 3 of 5 seconden, die kun je instellen door de achterkant van het horloge het plaatje eraf te wippen. Gaat heel makkelijk. Je zet een schakelaartje om tussen 3 en 5 seconden en klaar. Het instellen van de delay, zoals wij het noemen, dus de vertraging tussen op het knopje drukken en de rookproductie, die kun je instellen terwijl je het horloge aanzet. Eigenlijk hetzelfde als bij het vorige rookhorloge. Heel eenvoudig. Dat kan dus per keer verschillen. Nou, ik heb nu dus al eigenlijk op het knopje gedrukt. Ik weet nu 1, 2, 3, 4, 5. Even voor het idee. Kijk, en de rook lijkt echt, zeg maar, uit mijn hand te komen, zie. Nou, het horloge is nu ook beveiligd. Dat wil zeggen, je kan het horloge ook helemaal laten zien. Zie, er is verder niks aan de hand. Het horloge is beveiligd, ook tegen hitte. Dat wil zeggen, ik kan nu niet weer roken. Nou ja, het horloge kan nu niet weer roken. Om te voorkomen dat het horloge overhit raakt. En ook voor je hand of voor je arm is dat niet prettig als het horloge heel heet wordt. Het horloge heeft sowieso een grotere ventilator. Ten opzichte van de vorige keer. Dat helpt ook, want we merken dat de rook meer verspreidt. Verder verspreidt. Nou, dit is de Smokewatch Pro. Ik doe hem even af. Waarom? Dan zit ik iets relaxter. Omdat het namelijk een nieuw horloge is en dan wil ik ook netjes nieuw houden. Zie, uit het horloge zelf.
Smokewatch Pro. Het werkt overigens niet als een echt horloge. Het is zwart, het blijft zwart. Je kan er geen tijd op kijken. Het valt qua dikte ook wel echt mee. Het is gewoon een smartwatch, zeg maar, die niet werkt dan. Zonder de tijd af te kunnen lezen. Nou, omdat ik toch gewend ben, doe ik mijn eigen horloge terug om. Zo. Smokewatch Pro kost overigens €375. Nummer 2. Totaal iets anders. Ik heb hier, kijk of het beeld past. 1 clown. 2 clowns. 3 clowns. Die clowns, dat is even iets verder uit elkaar, ik zie dat het ook al op beeld, hebben allemaal een toeter. Deze doet niks. Deze ook niet. Deze wel, wacht, dan zet ik hem even naar midden. Wacht, het is makkelijker. Zo. Dus deze, ik kan beter overzicht houden. Doet wel, deze doet niks. En deze ook niet. Dus het idee is dat je deze volgt. Let op. Hop. Hop. Waar is de clown? Met de werkende toeter. Ja, je hebt waarschijnlijk goed opgelet. Hier en niet hier en niet hier. Oké. We maken het moeilijker. Let op. Je zou natuurlijk een schermpje voor kunnen zetten. Je zou van alles kunnen verzinnen. Zo. 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 Waar staat de clown met de werkende toeter? Hier? Nee, hij staat helaas. Aan deze kant. Dus deze is het even niet. Zet hem even weg, is makkelijker. Dus dit is de clown met de werkende toeter. Deze niet. Deze. Nou, die kun je wisselen nog. Wat je wil. Je kan deze routine zo lang maken als je wil. En uiteindelijk is dit niet de clown met de werkende toeter. Dit niet de clown met de werkende toeter. Maar deze. Het komt erop neer dat je zelf bepaalt welke clown kan toeteren. Dat is het hele idee. Deze truc heet de Music Clowns. Erg mooi gemaakt. Staan ze 40 centimeter hoog. Is van kunststof gemaakt. Is niet van hout, van kunststof. Licht in gewicht ook. Met de toeters erop. Kosten €149. We hebben ze met geel haar momenteel. En met rood haar. In principe kun je niet kiezen. Omdat het gewoon ligt wat we geleverd krijgen. Maar mocht je een voorkeur hebben. Kun je het altijd vragen. Als we het hebben. Dan kunnen we het sturen. Dus dit zijn de Music Clowns met geel haar. Of met rood haar voor €149. Die gaan we even opzij plaatsen, New Music Clowns. Overigens zou je deze truc, als je zou willen, omringd kunnen doen. Maar dan moet je het even meer op gevoel gaan werken. Dat mensen ook aan de achterkant meekijken. Dat zou gewoon kunnen. Dat is op zich geen probleem. Wat hebben we hier? We hebben hier Axed Hand. En Axed Hand, dat is de nieuwe superheld. Je hebt Superman, je hebt Spider-Man, je hebt Captain America. Maar dit is Axed Hand. Extend heeft een superkracht, namelijk zijn arm kan volledig uitrekken en hij kan alles pakken wat hij nodig heeft of kan daarmee mensen redden of wat dan ook. Staat voor extendable hand, dus uitschuifbare hand. Uitrekbare hand. Ik zal hem even laten zien trouwens, ik heb een foto van hem. Van meneer Extend. Oh, ik wil alle kaarten eruit halen. Nee, zo. Extend ziet er zo uit, zie je? Extend. Alle kaarten in het spel zijn overigens allemaal gewoon met een blauwe rug, zoals je ziet. En het idee is dat de toeschouwer een kaart mag aanwijzen in het spel. Nou, zonder te kijken, stop ik gewoon ergens eventjes. Zo, hop, wat de eerlijke keuze is. En we hebben hier een klaveren 6 bijvoorbeeld. Nou, zoals ik al zei, ja trouwens, alle kaarten kunnen kiezen. Maar ik heb nu toevallig in dit geval de klaveren 6 eruit gehaald. Die klaveren 6 gaat gewoon in het spel. Deze manier. En we laten Axed Hand het werk doen. Want, wat gebeurt er namelijk? Als we het spel omkeren, dan wordt de arm van Axed Hand, zoals je ziet, rekt zich helemaal uit. Zie. Tot zelfs hier, kijk. En hier eindigt hij op deze kaart. En het is uiteraard de klaveren 6. Nou, dat is Axed Hand. Is gemakkelijk te vertonen. Je krijgt hem helemaal compleet met instructievideo. Leuk verhaaltje kun je erbij verzinnen natuurlijk. Elke keer een andere kaart. Het is een vrijwillige keuze. Je hoeft geen kaart te forceren. Even kijken wat die kost. Axed Hand kost €29,50. Kan voor volwassenen, kan voor kinderen. En in principe, ik heb hem nu net zeg maar opgeborgen in het doosje. En hij is weer klaar voor gebruik. Dus instant reset, zoals wij dat noemen. Axed Hand.
Ik ga het van links naar rechts verplaatsen, want hier ligt zoveel spul dat ik het anders niet kan volgen. Ja, ik zal dit eerst even laten zien. We hebben namelijk deze vrolijke jongen hebben ook hier. En dat is, weet ik niet, ik heb geen naam gehoord. Hoi! Ah, hoi heet je. Is dat je naam? Nee, nee. Oh. Dit is een kleine buisprikpop. En die pop die kun je natuurlijk gebruiken in je kindershows. Ja. Wat zeg je? Ja. Oké. Okay. Ik ben geen buikspreker hoor, maar om levenloos te laten zitten is natuurlijk ook niks. Deze pop, je gaat dus met de hand in zijn rug. Wat is er? Ja, ik weet dat ik met je hand in je rug zit. Ja, doet pijn? Oké, okay, dat is goed. Oké. Okay. En daarmee kun je uiteraard zijn mond open en dicht laten bewegen. Hey, hou eens op. Laten bewegen. Nou ja, dat soort dingen kun je er allemaal mee doen. Het is een popje van 60 centimeter, zeg maar ongeveer. Allemaal van stof. Mooi gemaakt. Achterkant kun je ook laten zien. Hier gaan we het hand onder zijn trui, zeg maar. Hier ga je erin, zeg maar. Leuke prijs ook, €55. Leuk popje, leuke prijs. En het is wat je er zelf mee wil. Je hoeft niet te kunnen buikspreken. Want op het moment dat de pop gaat leven, ik ben geen buikspreker, maar als je net zag dat die pop zeg maar een eigen leven gaat leiden terwijl jij praat, dan is het voor kinderen al interessant genoeg om daar te gaan kijken. Ondanks dan hoef je niet eens te praten. En als je dan met een ander stemmetje praat tegen de pop, is dat al meer dan genoeg. Mocht je dan zeggen, nou ik wil wel buikspreken leren, dat kan. Buikspreken is niet moeilijk, je moet alleen even leren welke letters je op welke manier uitspreekt, met je mond dicht. Dan hebben wij een dvd en die heet Talk Like a Dummy. Talk Like a Dummy leert jou buikspreken. Het is een Engelse dvd, maar in principe kun je daar in het Nederlands ook mee uit de voeten. Want het gaat meer om het vervangen van letters. Kost €20. Ik zal hem weer onderkant vermelden. Talk Like a Dummy dvd voor het leren van buikspreken. Ja. Ik ga even iets bijpakken wat zo nieuw is dat ik er nog niet echt mee heb gespeeld. Dus niet gelogen. Ik heb de video gekeken. Ik heb hier een muntje namelijk. Ik zal er even wat opschrijven. Aangezien ik René heet, zet ik er een grote R op. We hebben hier namelijk ook een glas als het goed is. Kijk, een glas. Het glas bedekken we. Het doosje bedekken we met het glas. Het muntje gaat in mijn hand. En dan komt het mooi, want als je namelijk dit doet. 1, 2. Dan verschijnt er een munt onder het glas. Check het even met de camera. Zie, een munt op het glas. En uiteraard kun je dat muntje kun je dat afhalen ook. En dan heb je dus je muntje met de R erop die in het glas verscheen. Nou, dat is dus de allernieuwste truc van Peter Egging. Ik pak even de verpakking erbij. En die heet CTG, oftewel de Coin Through Glass. Nou, dit was echt de eerste keer dat ik het liet zien. Belangrijkste is dat ik hopelijk niks heb weggegeven. Als dat wel zo is, dan had je de truc waarschijnlijk niet gezien. Dan had ik in de montage gezien. Nee, je hebt verknald. Ja, Coin Through Glass. Je kent misschien de Coin Through Can, die wat is het, 1,5 jaar geleden is uitgebracht. Dit werkt hetzelfde, maar ook niet. Dat klinkt vaak, dat weet ik. Maar het overlapt, maar het is beter. Dus, tenminste, qua technologie is het beter gemaakt. Het ziet er professioneler uit. Het is super gemakkelijk. Je kan dit doen met muntjes, je kan met bankbiljetten, je kan met ringen kun je dit doen. Je kan de ringen of de munten laten signeren aan beide zijden. Je kan de munt ook uit handen geven daarna, net als ik dat heb gedaan. Je hebt allerlei variaties. Peter leert je op de video verschillende routines, verschillende manieren. Het hele ding is elektronisch. Wordt ook opgeladen met een USB-kabel, die zit erbij. In principe is hij helemaal compleet. Het enige wat je nodig zou hebben als je signeert is een stift. Is het eigenlijk? Nee, en een muntje. Voor de rest zit alles erbij. Je kan kiezen uit rood of blauw. Waarom? Omdat het spel, het kaartendoosje wat je erbij krijgt, is alles speciaal. Is gemaakt in de kleur die je bestelt. Dus als je blauw bestelt, krijg je een blauw kaartendoosje. Kijk, hier staat bijvoorbeeld een rode sticker op. Dat betekent
dat het een rood spel is, rood bicycle. Want ook het doosje is compleet gemaakt voor deze truc van een iets ander materiaal dan normaal. Een speciale gimmick. Dus je kan niet zeggen, ik koop een rode en ik doe er even een blauw doosje thuis omheen. Bestel de kleur die je wilt hebben, waar je het meest mee werkt of wat dan ook. En uiteraard zou ik zelf een kaarttruc eerst doen, met in dit geval een rood bicycle spel. Je gaat op zoek in je zak naar een muntje, met je kaartspel in je hand. En daar verwissel je het echte spel voor het speciale spel. Het spel leg je weer neer, je gaat met een muntje aan de slag en vervolgens zoek je iets om het muntje even op te leggen. Oh wacht, pakken we dit kaartspel. Dan is het onschuldig en dan lijkt het alsof je de truc gewoon doet met het kaartspel wat je zo net hebt gezien. Wat mensen net hebben gezien en wat je net hebt gebruikt. Dus Coin True Glass. Let op, hij komt maandag 31 augustus officieel op de markt. Tot die tijd hebben wij een speciale prijs. Nu, dan gaat hij namelijk €109,95 kosten. Tot 31 augustus voorbestellen betekent €99,95. Dus voorbestellen loont. Gewoon bestellen via de website, betalen en dan is hij gereserveerd voor jou. Oké, ik ga er wel snel doorheen merk ik, maar dat maakt niet uit. Als ik alleen zet is dat sowieso het geval hier. Dit hebben we gekocht op aanraden van een klant. Die zegt, oh dit ding moet je echt kopen, is zo gaaf. De Power Pick Pocket. Ik had er nooit van gehoord, dat wil niks zeggen, want er zijn zoveel producten op de markt. Wat is dit? Ja, als je het ziet denk je, ja, maar ja, wat moet ik ermee? Het is, oh wacht, een stukje eruit halen. Het is een portemonnee. Maar die portemonnee is gemaakt van foam. Dus, die kun je bijvoorbeeld palmeren. Dus stel, je nodigt een toeschouwer uit op het podium. Je tikt hem op zijn rug. En komt achter zijn rug tevoorschijn met dit. Laat even de inhoud zien. En stopt het in je zak terwijl je met de toeschouwer staat te praten. Het publiek denkt dat je een portemonnee hebt gerold. Dus je kan gewoon tot de palmeren kun je ergens een portemonnee vandaan halen. En die stop je in je zak of waar dan ook. Of je doet alsof je een portemonnee hebt. En die stop je bij iemand in zijn zak, zeg maar. In zijn zak. En je steelt hem mee terug. Nou, je moet dit zien om te begrijpen wat de waarde hiervan is. De meerwaarde hiervan is. Je krijgt er instructies bij wat je ermee kan doen. Het is geen duur product. €11,95. Gemaakt door Goshman. En ja, van dichtbij lijkt het echt niet op een portemonnee. Maar dit is niet gemaakt om echt close-up te gebruiken. Op een toneel of een afstandje. Niet van echt te onderscheiden. En het is een gag. Onthoud dat. Het is een gag. Het is geen verbluffende truc. Maar het is een gag. Dus, Tom Burgoon's Power Pickpocket. Gemaakt door Goshman. Voor de prijs van €11,95. Dan iets heel anders. Ik heb hier een groot apparaat. Nee, ik heb het hier over. Niet dat je verkeerde gedachten zit. Dat was niet de bedoeling. Een houten kast. Met daarin een stalen plaat. Die plaat gaat van boven naar beneden. Zoals je ziet, zou ik daar mijn hand tussen stoppen, mijn vingers. Ga dat er niet doorheen. Zou ik mijn vingers weghalen? Uiteraard wel. Nou, halen wij omhoog. Zo. Dat hij helemaal naar boven zit. Kijk, perfect. Mijn hand gaat er dan vervolgens in. Het past allemaal net, zoals je ziet. Dan gaat de plaat 3, 2, 1. Auw. Naar beneden. Wonderbaarlijk. En ik hoop dat het goed is gegaan. Als je het namelijk uit elkaar haalt nu. Wacht, ik zal het zo vastpakken. Is makkelijker. Dan zul je namelijk zien. Dat. De plaat volledig. Om mijn arm heen zit. Zie. Nou, dit. Is de allernieuwste versie. En we hebben hem genoemd. De Impossible Steel Plate Through Arm. Is een gaaf ding, volgens een heel nieuw principe. Want je hebt waarschijnlijk in je leven al meerdere goochelguillotines gezien. Maar met goochelguillotines kun je eigenlijk nooit het mes weer omhoog halen wat zichtbaar is. En dat kan met deze wel. Helemaal met de hand gemaakt in houtkleur voor de prijs van €235. We blijven even bij de kleine dingetjes. We hebben deze truc nu een aantal weken exclusief voor Nederland en België. En deze verkoopt zeer goed.
Hij heet What Happens in Vegas. Het is namelijk zo, in Las Vegas heb je diverse casino's, je hebt hotels en veel speelkaarten die in casino's gebruiken, gebruiken ze vaak maar één keer of één avond. Die kaarten worden daarna of vernietigd, maar er zijn ook casino's die ervoor kiezen om de kaarten terug in doosjes te stoppen, plak er een sticker op, kaarten zijn gebruikt op, noem maar iets, 31 augustus en dan kun je voor $2 kun je zo'n spelletje kopen in de winkel van het casino. Ik heb iemand in mijn vriendenkring die dingen allemaal gekocht heeft in de winkels. En die heeft daar een mix van gemaakt. Nou, ik zal even laten zien wat je dan krijgt. Je krijgt dan eigenlijk een kaartspel wat bestaat uit allerlei verschillende casino's kaarten. Je hebt hier Hooters, Golden Nugget, Flamingo, Paris, Bally's, Mandalay Bay, Excalibur, Luxor, Giordano's. Allemaal verschillende hotels. Er zijn ook hotels bij die trouwens nu niet meer open zijn, die in het verleden wel zijn geweest. En het zijn ook allemaal gewoon verschillende kaarten, ook wel niet onbelangrijk. Nou, het idee is dit. Er zit iets in het doosje hier. En een toeschouwer die mag gewoon ergens stop zeggen waar hij wil. Nou, ik zou gewoon zelf niet kijken, dan heb ik geen idee. Ik zal ook een paar kaarten tegelijk pakken, dat je niet denkt dat ik iets stiekem doe. Dan heb ik geen idee wat ik pak en ik stop op deze kaart. De ruiten 9, oké. En op de achterkant hebben we een Caesar's Palace. Daar ben ik toevallig wel eens geweest. Hetzelfde kunnen we hier doen. We hebben hier Hooters, Golden Nugget, Flamingo, Paris, noem maar op. Ik zal het even zo doen. Ik zal ook niet kijken, hier gewoon wat kaarten afdelen. En ik stop bij deze. Oké, sans. Maar het gaat om de voorkant. En we hebben de Hartenboer. Nou, dat is mooi. We hebben dus een Hartenboer. En we hebben Caesar's Palace. Zoals ik al zei, voorspelling. Want als we het doosje openmaken, zit daar één fiche in. Het doosje is verder leeg. En daar staat op Caesar's Palace. Dat is niet alles. Want we hadden ook een Hartenboer. En op de achterkant van deze kaart staat de Hartenboer. Nou, wat is nou het leuke? Vind ik tenminste. Je stopt de kaarten terug in het spel. Zo. Terug in het doosje. En je bent weer klaar voor de volgende vertoning. What Happens in Vegas is een leuke truc, een leuk verhaal bij kunt vertellen. Dus niet alleen maar pak een kaart, hier is je kaart. Je hoeft er geen verhaal bij te vertellen, maar ik merk, ik heb het in de winkel heel vaak gedaan, dat je, zoals bekend eigenlijk, meer interesse krijgt en meer betrokkenheid als je een verhaaltje vertelt, omdat het blijkt dat het echt zo is. Je vertelt iets over je eigen ervaringen en dan gaan mensen veel meer in mee en het is geloofwaardiger en entertainender. Uitgegeven door LKSM. Voor de prijs van €31,50. Waar heb je de keuze uit? Want je hebt gezien, net kwam ik op Hartenboer uit. Nou, die Hartenboer, dat is een voorspelling die hierin zit. Onder ons gezegd. Het is altijd deze kaart die je eruit haalt. Stomme pluisjes hier. We hebben de keuze. Of je eindigt op Hartenboer. Maar we hebben ook een ander spel, een tweede spel. Ziet er hetzelfde uit. En daar eindig je op de Schoppen 3. Je kunt in de webshop gewoon kiezen welke dat je wilt. Er zijn de twee verschillende soorten. What Happens in Vegas. Leuk ding. Nog iets totaal is anders. Zie dat ik vergeten ben iets te pakken. Heel dom. Heel dom. Ga ik zo meteen even pakken. Dan doe ik eerst iets anders. Want we hebben ook in onze winkel nu de serie Harry Potter kaarten. Nou, ik heb hier Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw en Hufflepuff. Het zijn allemaal spellen gemaakt door Cartamundi. Zoals je ziet zijn de doosjes allemaal verschillend. Ook qua kleur, maar ook qua maat en qua afmeting, qua alles eigenlijk. Waarom? Nou, ik zal je laten zien. Ravenclaw heeft een doosje wat bijvoorbeeld zo opent. En met een grappige flap hier. Ik zal even de kaarten laten zien. Ik zal ze niet allemaal laten zien, maar het gaat om het idee. Zie, de voorkanten zijn allemaal, nou ja, nagenoeg hetzelfde, laat ik het zo zeggen. En de achterkanten zijn de kleuren van Ravenclaw natuurlijk. Nou, zo gaat dit doosje open, zie. Met een leuke, grappige flap. Maar je hebt bijvoorbeeld Hufflepuff, en die kan je zo niet eens openmaken. Dan moet je eerst het spel, hoe was het ook alweer, naar beneden schuiven, trekken. En dan kan het flapje open, en dan kun je het weer terugschuiven. En dan heb je de Hufflepuff kaarten. Hetzelfde verhaal ook. Naar beneden schuiven en weer sluiten.
Je hebt de Slytherin kaarten. Daar heb je een ditte. Gaat zo open. En dan kun je de kaarten er uithalen. Zie. Ik doe het even voorzichtig. Ik wil ze niet stuk maken. Het is allemaal net nieuw. Zo. Daar zijn de. Deze kaarten. Slytherin. En we hebben de Gryffindor kaarten. Die heeft ook een dingetje wat je eruit kunt trekken en openen. En dan kun je de kaarten eruit halen. Dat zijn de Gryffindor. En je moet er even mee spelen. Om te weten hoe ze open en dicht gaan. Kijk. Deze kaartspellen, Harry Potter kaart, kosten €10,95 per stuk. Dus je hebt de keuze uit Gryffindor nogmaals, Slytherin, Ravenclaw en Hufflepuff. Alle partijen in het Harry Potter spel, film, noem maar op. Geen goocheltrucs, maar wel magisch. Je kan natuurlijk al je goocheltrucs hier gewoon mee doen. En het is zeker als je een thema werkt, erg interessant om daar mee te werken. Want het zijn alleen al mooie spellen om te zien. En de prijs is ook nog interessant. Dus €10,95 per stuk voor deze spellen. Ja, ik ga even iets pakken. Let op. Ik ga uit de video weglopen nu. Maar ik blijf praten zodat je hoort dat ik niet wegga uit de winkel. Je hoort me op de achtergrond rennen. En ik kom weer terug. Want ik heb hier namelijk iets. Zo, dit. Ik had het op willen hangen. Nou, dat gaat nu niet meer lukken. Maar ik leg het hier eventjes op tafel neer. Zo neerleggen. Het is namelijk zo. We kunnen een droomreis gaan samenstellen. Nou, normaal is deze truc 10 keer mooier als je iemand erbij hebt die de keuze maakt. Nou, ik hussel nu deze kaart even door elkaar. Ik heb geen idee wat ik nu doe. En ik pak er eentje. Hawaii. Oké, de andere was overigens Parijs. Dus mensen mogen een droomreis samenstellen en de locatie wordt Hawaii. Hoe doen we dat? Hawaii leggen we even neer. Nou, als je naar Hawaii gaat, dan ga je normaal gesproken met een vliegtuig, zou ik zeggen. Dat is wel het handigst. Met de auto duurt het echt lang. In een vliegtuig heb je zo'n, vaak een soort van entertainment center voor je, in de stoel voor je. Kun je muziek luisteren, spelletjes spelen, films kijken. Nou, in dit geval kun je muziek luisteren. En je mag zelf kiezen welke muziek dat je wil horen. Coldplay, AC/DC of The Spice Girls. Nou, we mixen het ook even door elkaar, zoiets, voor het idee. En ik ga voor de... Geen idee. Deze. AC/DC. Oké. Heftige vakantie. Heftige reis, zo moet ik zeggen. Dus niet Coldplay en niet Spice Girls. Ik zelf zou voor Coldplay gekozen hebben, maar ik heb helaas AC/DC gekozen. Voor de reis. Tijdens de reis. Komt de stewardess en die zegt, wat wil je drinken? Wil je liever chocolademelk of whisky? Nou, deze ga ik gewoon kiezen. Zelf. Whisky. Ik ga voor de whisky. Niet voor chocolademelk. En dan mag je iemand meenemen op reis. We hebben namelijk of Kim Kardashian. Of Will Smith. Of Brad Pitt. Of Johnny Depp. Of Jennifer Aniston. Ik weet het wel. Ik ga voor Jennifer Aniston. Die zoek ik even zelf uit. Sorry. Ik ga voor Jennifer Aniston. En het leuke is, Jennifer Aniston hebben we met de whisky met AC/DC naar Hawaii. Dit is dus een keuze die een toeschouwer normaal zou maken. Ik leg de kaart even weg. Zo. Want hier ligt namelijk al de hele tijd, ik zal het zo vastpakken, niet vals spelen, een mapje. Een mapje. Ik haal het van het dingetje af. Klepje af. Zo eerlijk mogelijk. Ik ga namelijk in het mapje en haal daar, zo, plastic mapje, een beetje lastig, haal daar één voorspelling uit. En op die voorspelling, ik zal hem zo even openvouwen, hebben wij staan dat wij gaan naar Hawaii. Dat klopt. Met AC/DC als muziek, dat klopt ook. Wat gaan we drinken? Whisky. En wie nemen we mee? Jennifer Aniston. Nou, nogmaals. Dit is beter met een toeschouwer, maar ik heb het zo eerlijk mogelijk gedaan. De toeschouwers, wat je wil, hebben een volledig vrije keuze uit wat dan ook. Ze mogen alles zelf kiezen, het maakt niet uit. De voorspelling kun je, daar is het eigenlijk voor gemaakt, om de nek hangen bij een toeschouwer als je wil, om de hals. En op het laatst neem je het tweetje
neem de voorspelling eruit en die matcht met de keuze van de toeschouwer. Nou, een vraag die we al veel hebben gekregen is, als ik de truc koop, kan ik die dan bijvoorbeeld ook zelf maken met etenswaren en andere mensen? Dus andere dingetjes. Antwoord, ja dat kan, maar ik zou het niet doen. Het is heel veel werk. Wat je krijgt is een kant-en-klaar product. Het enige wat je moet doen in dit geval is de voorspelling even vouwen. Dat is het enige wat je moet doen. Dus je bent even, laten we zo zeggen, dat de voorbereiding met de video kijken, dat je een half uurtje nodig hebt om alles voor te bereiden. En dan ben je voor altijd klaar. Dit is Dreambox heet het, €43,50. Ik zal even de verpakking laten zien, heb je die ook gezien? Even alle kaarten eraf halen. Dreambox bij Jotta. Ja, ik ben er gek op. Ik laat het hier in de winkel heel veel zien. We hebben er ook al heel veel verkocht daardoor. Omdat het een leuk product is. Het is een aantrekkelijk product. Dat wil zeggen, het is verbazingwekkend. Mensen vinden het leuk om het etenswaren te kiezen. Een locatie te kiezen. Hawaii is leuk, Parijs is leuk. Overigens, de meeste mensen kiezen Parijs. Mij hoeven ze geen twee keer te vragen. Hawaii of Parijs? Ik ga naar Hawaii. Maar de meeste mensen, als ze de keuze hebben, kiezen Parijs. Waarom? Ik weet niet. Niks tegen Parijs hoor, maar... Als ik dan toch ver weg kan, op iemand anders kosten, dan vlieg ik naar Hawaii. Dus de Dreambox, helemaal compleet, €43,50. Dan nog één laatste truc. Deze truc is, die komt uit op donderdag. Nou, het is vandaag dat ik het opneem, donderdag. Maar ik weet ook niet of ik deze update vandaag nog ga publiceren. Of op vrijdag. Maar deze gaat vandaag uitkomen bij LKSM. Maar wij hebben hem al. Exclusief. En de truc heet Zenner Match. Nou, wat is het? Ik zal het een beetje proberen te laten zien, want het is helemaal nieuw. Ik zal even de kaart hier weg naar trouwens. Dat is wat beter. Er zijn instituten die mensen testen op, ik zeg niet paranormale vermogens, maar op vermogens die mensen hebben. Want je kan vaak onbewust dingen oppikken. Of onbewust een gevoel hebben. Of ergens ingaan op je intuïtie. Ik zal het een beetje laten zien. Ze hebben daar testkaarten voor. En dit zijn eigenlijk van die testkaarten. Die ze daarvoor wel eens gebruiken. Er zijn eigenlijk verschillende symbolen. Dat noemen ze eigenlijk zennerkaarten. Zienerkaarts. Sommige mensen noemen ze ESP kaarten. Nou, dit is de set die voor mij is eventjes nu. En voor de toeschouwer heb ik net zo'n set. Die krijgt de toeschouwer. De toeschouwer mag die kaarten... Gewoon allemaal door elkaar schudden. Wat hij zelf wil. Het maakt niet uit waar of zij stopt, zeg maar. Volledig vrije keuze. Hij mag alles één kaart pakken. Hij mag twee kaarten pakken. Schudden zoveel hij wil. Alles mag gewoon lekker door elkaar. Nou, stel voor de toeschouwer zegt stop. Oké. Okay. Doet de toeschouwer zelf, hè. Je zegt, nou, je hebt namelijk mensen die getest worden op zicht. Dus op wat ze zien. Visueel ingesteld zijn. Die pikken alles op wat ze zien. Onbewust. En doen daar iets mee. Je hebt mensen die heel makkelijk te beïnvloeden zijn. Die het zelf niet eens doorhebben. Je hebt mensen die heel erg kleurgericht zijn. Dus die op gevoel of een kleuren afgaan. En je hebt mensen die afgaan op vormen. Op symbolen. Nou, ik heb het idee dat jij wel iemand bent die makkelijk te beïnvloeden is. Maar ook afbeeldingen laat beïnvloeden. Maar we gaan het even zien. De toeschouwer mag die kaarten zo neerleggen. Zo. Ik heb geen idee wat hier nu gekozen is, maar we hebben bijvoorbeeld een plusje, we hebben een golfje, we hebben een cirkel, een vierkant en een ster. Dan denk je misschien, ho even, ik weet niet wat er moet gebeuren of iets moet matchen. Nee, er hoeft niks te matchen. Wat ik wilde zeggen, wat ik net zei, is dat mensen visueel ingesteld zijn. Want zoals je vaak op televisie zegt, zeggen ze ja, maar wat je niet door hebt gehad, de hele tijd heb je al gezien wat hier nu ligt. Want dat doosje wat hier ligt, daar staat gewoon al de hele tijd op. Wat er zou gaan gebeuren. En het doosje heb je wel gezien, maar je hebt het niet opgevat als iets belangrijks. Maar uiteindelijk is dit doosje dus bepalend geweest voor jouw keuze. Nou, dit is Zienerkaarts. Ja, je kan er werkelijk van alles mee. Ik zal het wel netjes opruimen. Je kan er werkelijk van alles mee. Nou ja, van alles mee. In principe krijg je eigenlijk bijna een compleet ESP-deck ook nog. Dus dat is ook wel... Het is nagenoeg een compleet ESP-deck wat je hier hebt. Met 20 kaarten. Plus jouw 5 extra kaarten. Dus je kan alle andere ESP-trucs ook mee doen. Zienermatch is super gemakkelijk te vertonen. Ook eventueel meteen te herhalen. Maar ik zou het niet voor hetzelfde publiek doen.
En Zinomatch is er in twee afmetingen. We hebben hem 32,95 in de normale poker uitvoering. En we hebben de Jumbo uitvoering, die is een stuk groter. Dan heb je dus echt dit formaat kaarten, zeg maar. Zie. Heb je dit soort kaarten, dit formaat. Kost 39,95. Zinomatch. Op het moment dat je dit ziet, ook te bestellen op onze webshop. Dus op het moment van opnemen staat er nog niks op. Maar op het moment dat je deze video ziet, staat deze truc ook in twee formaten op de website. In onze webshop. Oké. Okay. Ik ben door al mijn spullen heen. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van product update nummer 118. De donkere dagen, dat hebben we zo zeggen, komen eraan. We hopen dat het met alles wat corona betreft, dat de optredens ook rond Sinterklaas, waar normaal veel mensen toch wel veel showtjes hebben, ikzelf ook, dat toch weer gaat toenemen. Ik heb er mijn twijfels over of het allemaal kan. Ik zou niet weten hoe je dat in de praktijk gaat doen. Mensen bij elkaar, met volwassenen, met kinderen bij elkaar, in een ruimte, met Sinterklaas, met de Pieten. Dus geen idee. Wij gaan in ieder geval ons wel voorbereiden op een drukke periode. Dat betekent dat je aan ons niet zult merken dat er beperkingen zijn. Wij krijgen gewoon continu de nieuwste dingen binnen. We laten momenteel wel leuke dingen maken, links en rechts ook. Dus je hoeft je niet te vervelen als je ons blijft volgen. Over volgen gesproken, ons YouTube kanaal mocht je het niet kennen. Kijk er gerust een keer naar, er zijn heel veel video's op. Instagram, als je ons volgt op Instagram, krijg je ook vaak speciale video's te zien met nieuwe producten die we even promoten. Hetzelfde geldt voor Facebook ook. Abonneer je overal op, Facebook, Instagram en YouTube, dan blijf je altijd op de hoogte. Oh ja, de nieuwsbrief op de website kun je ook nog je e-mailadres achterlaten. Dan krijg je ook nog onze nieuwsbrief. Ik ga ermee stoppen. Ik ga jullie bedanken. En ik zeg tot een volgende keer. Mensen, doei!